Hallo, Bob Sikkes van het televisieprogramma TV Makelaar Mission Impossible. Hier Desiree Stokkel, het is 6 februari 2015. Ja toch? Ja. Ik weet dat je nog aan het bijkomen bent van mijn juridische bewijsmateriaal over de echte rechtsfeiten rond de huizenmarkt. En ik weet ook dat je nog wel een week stuitert achter je computer tijdens het verwerken van mijn bewijs. Maar Nederland heeft geen tijd om te wachten op het moment dat jij bent uitgestuiterd. Ik heb je uitgelegd dat de elite in Nederland de woningmarkt opzettelijk heeft verslechterd. We leven in Nederland met ondernemers die echt geen enkele intelligentie hebben. Ze lopen maar achter die politici aan om hun zaken te regelen. Ze gaan ervan uit dat je vanuit vriendjespolitiek de beste resultaten boekt. Terwijl de realiteit is dat ze aan tafel zitten met politici die opdracht geven via de bureaucratie tot het vermoorden van mensen. En tot het failliet maken van mensen. Ondernemers helpen dus politici bij het folteren en doden van burgers, maar ook van ondernemers. En dat komt door het feit dat het internationaal strafhof liegt over een rechtszaak tegen Nederland. Ik ben die rechtszaak gestart en de hele elite liegt mee met het ICC. De elite van Nederland werkt dus uitsluitend voor zijn of haar eigen arbeidscontract. En als daardoor de binnenschippers, de tankstationhouders of andere bedrijven failliet gaan of de huizenmarkt slecht, dan interesseert ze dat niks. Nu is het zo dat organisaties die zich in Nederland bezighouden met de huurhuizenmarkt, de kwaliteit van het leven voor huurders verslechtert. En dat doen ze ook weer door te aanvaarden dat zij aan tafel zitten met politici die echt moord regelen op mensen via een lobbysysteem. En degene die de belangen behartigen van huurders kunnen maar niet aanvaarden dat je gewoon nooit met moordenaars zaken kan doen over de toekomst van een land. Het mag niet, hè? Het is verboden. Je hebt de grondwet, de mensenrechtenverdrag, het folterverdrag, EU-verdrag, VN-verdrag. Als je een parlement hebt en een lobby via de koninklijke familie die niet wil dat het lagere volk gebruik mag maken van de grondwet om crimineel gedrag van politici te stoppen, dan graaf je je eigen graf. Die organisaties zoals ADUS, Woonbond, Vereniging Eigen Huis, allerlei andere clubjes, zijn nu bezig hun eigen graf te graven, of dat hebben ze gedaan. En welke gevolgen heeft dat nu? Ik zal beginnen met mijn huis. Ik woon dan in Rijp-Bloemendaal op bijstandsniveau. Ik woon in een appartement. €465 huur, vliezotrap naar de zolder. Het vriest op de vliezot, op zolder. De woningbouwvereniging Brederode in Bloemendaal werkt uitstekend. Ik bedoel echt, je hoort zoveel ellende van woningbouwverenigingen. Nou, dat zal je mij niet horen zeggen. Ze hebben hier een uitstekend systeem van onderhoud. Het is heel transparant. Burgers weten een half jaar of misschien wel een jaar van tevoren wanneer er onderhoud wordt gepleegd in hun straat. Burgers krijgen ook te horen welke bedrijven langskomen, of per e-mail, of per telefoon, of per brief. Je weet dus welke ondernemer, aannemer in de straat actief is, dus je kan bedacht zijn op criminelen. Nou, het systeem draait perfect. Maar de huur is €465. Nou had ik wel een keer gevraagd om een prijsopgave voor huurverhoging en het isoleren van de zolder tegen huurverhoging. Ik heb dat toen niet gedaan omdat het bedrijf dat het zou uitvoeren niet zelfstandig genoeg kan werken. Ze hebben een keer mijn keuken gerenoveerd en daar hoefde ik geen extra huurverhoging voor te betalen. Maar er zijn gebroken tegels, de vensterbank, ze waren aan het oude hoeren, de vensterbank was niet af. Dus ik ben naar zolder gegaan, heb een plaat gehaald, zeg zet dat maar op die vensterbank. Het komt allemaal wel. Ik hoefde namelijk niet te betalen voor stucadoren, nieuwe keukenkastjes en witte tegels. Nou, dan ga ik niet mekkeren over een bedrijf dat te veel ouwe hoert en te langzaam werkt. Dus uiteindelijk, ik heb die keuken gewoon aanvaard en ik heb 3 jaar later eens tegen Brederode gezegd, joh, dat was toch niks.
Nu had ik een prijsopgave gekregen voor het isoleren van de zolder. Ik vond de tekst van de prijsopgave te rommelig geschreven en om die reden heb ik het niet aanvaard. En ik ben eigenlijk nu achteraf wel blij dat ik het niet aanvaard heb, want de huur zou worden €580. De huurtoeslaggrens voor twee personen, ik en mijn 16-jarige dochter, is rond de €575. Ik had dus in een enorme armoedeval terechtgekomen door het isoleren van mijn zolder, terwijl ik een bijstandsgezin ben. Dat hele systeem deugt niet. Mijn zoon is sinds januari het huis uit, hij woont nu bij zijn vader, dus we zijn nu met twee personen in plaats van drie. Bovendien is mijn zoon 18, dus dat telt er dan niet meer mee. Dit hele systeem van wanbeleid rond inkomensgrenzen, huurgrenzen voor toeslagen en dergelijke is bedacht dus door Ades Woonbond, terwijl ze aan tafel zitten met politici die bijstandsgezinnen opzettelijk proberen uit te moorden, die ondernemers opzettelijk failliet maken, die opzettelijk oorlogen starten, bijvoorbeeld Rusland. Die sancties tegen Rusland mogen niet bestaan, omdat volgens het VN-verdrag Nederland de plicht heeft om tegen Rusland een rechtszaak te starten bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, wanneer Nederland het oneens is met het bezetten van de Krim in Oekraïne. Dat heeft Nederland niet gedaan. Dus Nederland voert zelf als land haar juridische verplichtingen niet uit, omdat de VN dat niet doet, omdat de EU dat niet doet en omdat de elite lobby dat niet doet. En dan krijg je dus dat de mensen onnodig failliet gaan. Dat hele systeem van onnodig failliet gaan, dat gaat door de komende tijd. Het feit dat RTL op televisie zegt de huizenmarkt trekt aan, is gelul. Want diezelfde RTL vertelt een half uur later dat er allerlei multinationals of internationale bedrijven hier in Nederland hun vestiging sluiten en dat er dan weer 3000, 1500, 7800 mensen ontslagen worden. Die mensen komen nooit meer aan een baan. Dus de huurmarkt en de huizenmarkt, de koophuizenmarkt, blijft super verziekt. Want iedereen die wordt maar arm gemaakt. En als je dan daarbij optelt dat de lobby tussen de Nederlandse huizenmarkt en de EU echt heel erg kinderachtig en zelfs crimineel is, omdat dus iedereen wil blijven liegen over de corruptie bij het internationaal strafhof en het niet willen toepassen van het internationaal gerechtshof om conflicten tussen landen op te lossen, dan heb je de situatie dat de totale economie verzwakt en dat de burger niet intelligent genoeg is om dat te stoppen. Het is helemaal niet zo dat Europa mag bepalen wat onze huurgrens is. Dat is gewoon een verhaaltje van de Raad van Europa en van de EC, al die commissies, die dan allemaal van die wetten willen schrijven. Het is gewoon klinkklare onzin. En waarom? Je kan het ook heel gemakkelijk stoppen. Nou, de EU helpt dus zowel het Nederlands parlement als het internationaal strafhof bij het stiekem folteren en vermoorden van Hollanders. De koning helpt dat systeem bij het stiekem folteren en vermoorden van Hollanders. En de kiesraad ook. Dat heb ik je bewezen. Dan krijg je dat de EU dus het EU-verdrag niet uitvoert. Het Nederlands volk kan dus zeggen, ja luister eens, niemand voert in Nederland de grondwet, mensenrechtenverdragen, EU-verdrag, folterverdrag, Statuut van Rome, VN-verdrag uit. Dus wij, het volk, gaan zelf bepalen wat we nodig hebben. Dat doet het volk niet. En omdat het volk dat niet doet en omdat al die lobbyisten die criminele politici blijven helpen, krijg je dat de huizenmarkt helemaal niet aantrekt. Ik heb begrepen, als ik naar tv kijk, dat je eigenlijk best wel een super appartement kunt kopen voor €400-500. Hypotheek, lasten, netto hypotheek. Dat betekent inderdaad dat het heel erg duur wordt voor mensen met een inkomen om een huis te huren. Zeker de mensen die boven de sociale huurgrens vallen. Maar het wordt ook onmogelijk voor Nederland om Nederland energiezuinig te maken. Hoe ga je al die huizen van al die armen in Nederland energiezuinig maken als ze door de huurverhoging voor isolatie boven de huurtoeslaggrens komen? En hoe ga je er dan voor zorgen
dat al die mensen hun huurhuis verlaten, terwijl je vanaf je 40ste, 50ste al werkloos wordt gehouden. En mensen doorstromen naar een koophuis, terwijl iemand van 50 al geen hypotheek meer krijgt als die persoon geen flink eigen vermogen heeft. Het is 11 minuten. Ik leg je nu een probleem voor. Het probleem stopt alleen als het volk weet dat al die mensen die zich bezighouden met het woonakkoord willen dat wij in het parlement politici hebben die mensen folteren en vermoorden. Anders stopt het niet. Dag.